technische dienst. Vertegenwoordigd door de hier aanwezige commissie, heeft na kennis te hebben genomen van het proefschrift en het stemming, en na de verdediging daarvan te hebben gehoord, met inachtneming van het bepaalde in de wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, besloten u de graag te verlenen van het antwoord. Ik verzoek de promotor, door het college van promotie zoals zodanig aangewezen, zich wel van de daar te kwijten. Uit kracht van de bevoegdheid bij wet toegekend aan het college van promoties, verklaar ik als promotor namens dat college hier vertegenwoordigd door de rechter Mieficus en de overgeleden van de commissie, bij deze u, Pauline, Catharine, Maria van Roosman, te bevorderen tot dokter en alle rechten te verlenen welke aan de dokterstitel zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u een diploma dat u recht geeft om de dokter te voeren. Ondertekende de rector Magnificus en de promotor en toekomstpromotor en voorzien in het zegel van de Technische Universiteit Delft. En van harte. Is het voorrecht van de promotor? Beste Paulien, alia Jacques-Leidist. Het was een tiny plus, maar je hebt het gepaard. Het traject van je promotieonderzoek werd gekenmerkt door een aantal grote hobbels. En de eerste en meest vroege hobbel waardoor wij met elkaar in aanraking kwamen, was het vroegtijdig overlijden van de oorspronkelijke promotor, Frits van Voort. Frits had jou uitgenodigd voor een aanstelling als promovendus, waarmee voortgebracht zou worden op het in kaart brengen van de Nederlandse koloniale steden, waarin eerder ook het proefschrift bijvoorbeeld van conclusie werd gebruikt. Jouw onderzoek maakte deel uit van een lange termijn project, zou je kunnen zeggen. Door zijn ziekte en overlijden echter is dit project op de achtergrond geraakt en dreigde jouw onderzoek in het leven te komen hangen. Dankzij het bemiddelingswerk van onze toenmalige decaan Hans Beunman zijn wij in elkaar gedacht. En hoe jij verder kon jij verder met een promotor. Het was voor ons allebei een beetje wennen voor jou, omdat je met je nieuwe promotor te maken kreeg, die niet direct ervaring had met het onderzoeksthema waarmee jij je bezig hield. Voor mij, omdat ik op dat moment net benoemd was als hoogleraar en jij mijn eerste promovendus was. Wat ons samenkomt was het feit dat jouw onderwerp aansloot op het onderzoeksproject waarmee ik mij op het moment richtte. Namelijk de godslaagse toestelling. Jouw onderzoek was voor mij een grote verrassing. Wil je het zien dat Nederlands-Indië als een soort laboratorium functioneerde van ideeën en concepten die in Nederland en Belgische kelders bestonden, maar nog niet consequent en op grote schaal toegepast werden. Ideeën en concepten overigens, die dus niet alleen in Nederland, maar juist ook in internationaal perspectief interessant waren, opspeelden en waarvan denk ik lang in het proefschrift ook aan de orde is en verder uitwerking vraagt. Het feit dat jij formeel nu verder komt, wil echter niet zeggen dat je daarna met de sneltreinvaart weer aan de slag ging. Achteraf gezien heeft deze hele situatie met het lichtvallen van Frits van Voren en het winnen aan die nieuwe promotor die ook daar is afgespeeld. Ernstige fysieke klachten hebben je lange tijd van het werk gehouden. Uiteindelijk heb je toch de draad gezet om op te pakken. Met uiteindelijk dit resultaat in het ziekte zien. Twee zaken hebben denk ik bijgedragen aan het proces. Ten eerste, ons gezamenlijk bezoek in Indonesië. De bezoek aan Jakarta, vooral aan Bandung, hebben denk ik een belangrijke bijdrage geleverd aan onze samenleving. Ten tweede, en ik denk nog belangrijker, het tentonele verschijnen van Cor Wagner. Eerst als begeleider, later als toepromoter. Cor is denk ik van onschatbare waarde geweest in het coachen van jou op het gebied van het historisch onderzoek en van de tekstvertuizing. Pauline, tijdens ons bezoek in Indonesië en ook daarna is mij duidelijk geworden dat dit onderzoek niet zomaar een onderzoek van jou is. Kende ik jou daarvoor als een vooral zuchtend en steunend iemand, die daarvan weg, hoe ze aan godsnaam uit het moeilijk onderzoek kwam. In Indonesië zag ik ineens een hele andere Pauline, die zich als een vis in het water voelde, daar een enorm netwerk aan
contact gehad. En kennelijk ja, het geheel weer een element was. Ook daarna werd duidelijk dat jij met dit onderzoek een enorm netwerk hebt gebouwd. Congressen bezocht, artikelen in boeken en tijdschriften geschreven. Dan niet alleen de gangbare obligate bijdrage aan progressie, maar ook stukken en bijdragen in de overzichtswerken en belangrijke boeken over de Indonesische stedelijke ontwikkeling. Jouw naam is inmiddels een begrip onder degene die zich met het koloniale erfgoed in Zuidoost-Azië bezighoudt. Dat is een belangrijke prestatie en ik hoop dat je in staat zult zijn de aanbevelingen voor het volgende bezoek, waarmee je afsluit, zelf uit zult voeren. Bijna heeft nog een ander tragisch gebeurtenis het doorgaan van deze bijeenkomst verstoord. 3 weken geleden brandde ons faculteitsgebouw af. Als de drukker op tijd was geweest met zijn werk, dan hadden wij hier nu waarschijnlijk niet gestaan, althans zonder toeschrift. Dankzij het feit dat hij enkele dagen te laat was met zijn aflevering van het boek, is het oplaag niet in plan opgegaan om wij alsnog deze procedure doorgang daar te leveren. Paulien, het kan niet anders dan dat het hele geluk bij het ongeluk is een signaal dat er een prachtige toekomst voor jou als jonge dokter in de toekomst verloopt. Ik wens je de toekomst in elk geval toe en wens je in de streven een hartelijk prachtige tijd. Hiermee verklaar ik de zitting voor gesloten.